Vandaag heb ik dus afgesproken met Jessie Meij. Ik ben zenuwachtig. Zal ik het maar gelijk doen? Lieve Jessie, het voelt zo goed tussen ons. Dan moet je meteen op hold, hoor, als dat moet. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Het is namelijk weer tijd voor een nieuwe 24 uur verkering met. En misschien weten velen van jullie dat ik de vorige keer heb geprobeerd 24 uur verkering te hebben met Gio Latoy. Dit liep niet helemaal goed af. Dit heb ik natuurlijk met een reden gedaan, omdat ik wil kijken of ik... Ja, ik heb natuurlijk een relatie met Rutger, maar is er eventueel, mocht het nodig zijn, een andere YouTuber of YouTubester waar ik bij zou passen. Daarom moet mijn zoektocht dus verder gaan en ik heb vandaag met niemand minder afgesproken dan Jessie Meij. Oké, hier ga je iets heel raars van editen, dat weet ik nu al. Nou kennen Jessie en ik elkaar natuurlijk al best wel goed. Dat heb je ook al eerder video's kunnen zien. Dus ik heb er al een aardig goed gevoel bij. En ik heb ook heel veel geregeld vandaag om haar te veroveren. Want ik wil, als het goed gaat, een stapje verder gaan dan verkering vragen. Nu kunnen jullie aan heel veel rare dingen gaan denken, maar doe dat maar niet. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie natuurlijk vragen om eventjes een duimpje omhoog te doen voor deze video. Laten we voor een soort van like goal gaan voor 20.000 duimpjes. We gaan het gewoon proberen, 20.000 duimpjes. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral eventjes om geen enkele video te missen. Gelijk eventjes op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En natuurlijk heb ik voor deze video ook weer een vraag voor jullie, want de vorige keer is het niet gelukt met Gio. Maar stel je voor, het lukt vandaag niet met Jessie om 24 uur een relatie te hebben. Met wie moet ik dan gaan daten? Laat het eventjes weten hier beneden in de reacties. Het kan echt elke YouTuber of YouTubester zijn. Voordat we gaan vertrekken, moet ik eerst nog iemand om toestemming vragen. Rutger! Riep iemand mij? Oh, daar! Het is maar goed dat ik aan deze zoektocht ga beginnen. Nee. Oh, ja, het is weer zover. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik weet nog toch dat ik de vorige keer Gio verkering had gevraagd voor 24 uur? Ja, dat weet ik nog wel. Dat liep helemaal uit de hand, dat ging helemaal mis. Je weet natuurlijk, jij bent het meest geschikt, dat weten we gewoon allemaal. Maar ik wil gewoon uit interesse weten welke YouTuber of YouTubester dus ook bij mij eventueel zou kunnen passen. En vandaag heb ik dus afgesproken met Jessie Meij, hè? Oké. En je hebt ons al eerder samen toe vertrouwd, alleen dat ging allemaal goed en zo. Ja. Maar ik wil eigenlijk een stap verder gaan, want ik ken Jessie al best wel een tijdje. En ik dacht, weet je, ik kan er natuurlijk verkering vragen. Maar als het heel erg goed voelt, wil ik eigenlijk gaan proberen om haar voor 24 uur te huwelijk te vragen. Huh? We hebben al 4 jaar met elkaar, je hebt mij nog steeds niet gevraagd. Maar het is maar voor 24 uur. Ik stel, als wij zoiets ooit zouden doen, dan is het voor altijd natuurlijk. Maar dit is voor 24 uur. Wat mag ik dan terwijl vandaag doen? De snoepkast leeg eten. Deal! Oké! Heel goed geregeld, let's go. We zijn aangekomen en zoals jullie zien heeft deze video aardig wat voorbereiding nodig gehad. Want ik heb een heel groot cadeau voor haar. Ik vertel nog niet wat hierin zit, want ik wil eigenlijk eerst haar verkering gaan vragen. Als het moment straks goed voelt, want ze weet nog van niks. En mocht dat heel erg goed voelen, dan wil ik dus gaan proberen haar ten huwelijk te vragen. En dan krijgt ze dus dit cadeau. Ik vind het zo spannend. Ik ben echt zenuwachtig. Ik ben serieus. Ik ben binnen bij deze superknappe vrouw. Hi. Zullen we eerst even gaan zitten, want ik doe wel een beetje anders en zo. En... Waarom ben je zenuwachtig dan? Ik ben gewoon zenuwachtig. Zal ik het maar gelijk doen? Ja, ja. Oké. Ja. Ik ga even naast je zitten. Oh, heel eng. Dit. Ja, maar ik moet het maar gelijk doen. Normaal als ik bij je ben, word ik heel relaxed en zijn we helemaal chill en zo. Maar ik ben hier vandaag eigenlijk niet om alleen maar te chillen. Want ik wil je eigenlijk vragen of je 24 uur verkering met me wil. Tuurlijk wil ik dat. Echt? Ja. Ik ben niet afgewezen. Oh. Dus wat mijn vriendin nu? Ja, nou, dat wordt ook eens tijd. Toch? Ja! Ik ben al 2 jaar vrijgezel, zelfs mag wel een keer. Je hebt 24 uur een relatie met me, maar de vraag is, hou je het 24 uur met mij uit? Ja. Ik heb deze hele dag al georganiseerd. Het wordt echt een geweldige dag, want ik dacht als ik 24 uur met jou een relatie heb, dan moet alles gewoon goed gaan en dan moet het ook de fantastische dag van jou en mijn leven worden. Ja. 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 Ik moet wel zeggen, ik voel me helemaal thuis hier al. Voelt het een beetje als je hier zo rondloopt van, nou ja, dat zou wel...
Ik heb wel in ieder geval je implantaten al vast. Dus we komen al closer bij elkaar. Mijn oude tieten. Het voelt wel heel zacht, jongens. Het is echt een soort van squeezy. Maar ik denk dat ik weet hoe ik het voor jou makkelijker kan maken. Ik weet dat jij echt op jongens valt met veel tatoeages ook. Ja. Ik dacht, we kunnen wel mij eventjes gaan versieren, een soort van. Dat het voor jou even iets meer voelt van, nou ja, ik ben wel heel erg naakt nog. Oké. Ik heb wat op verzonnen. Nee, ik moet gaan plakken met tattoos. Oh, maar dan moeten we gewoon naar een tattoo show. Nou, dat gaat me wel erg ver. Ik heb een hele makkelijke oplossing gevonden. Ik heb plaktattoos besteld. Ik dacht, misschien kunnen we mooi zo in mijn nek gaan plakken. Je nek? Ja, dat we wat meer bij elkaar passen, zeg maar. Ik kan op je arm. Op mijn arm? Nou, dan gaan we dat doen. Ja, dat is leuk. Ja. Jij mag mij gaan versieren. Dat klinkt ook wel spannend. Heel kinky. Misschien hou ik mijn shirt nog niet lang aan. Waarom ga je je shirt? Wat gaan wij doen? Ik kan het zo gewoon uitdoen, mijn shirt. Ja, dat kan, maar dan loop je de hele dag zonder shirt. Ja, maar dan kan ik nog iets anders aandoen. Je hebt een soort van hints, maar ook weer geen hints. Ik heb je nog nooit zo zenuwachtig meegemaakt. Ik hou niet van verrassingen. Ja, wel. Voel je al wat? Nou, doe eens. Het is heel moeilijk om als homoseksuele man een hetero vrouw... proberen te verleiden. Ja, dat is echt moeilijk. Ja, maar dat is hij zo... is te groot. Oh, nou, ja. Wacht jongen, we moeten even buigen. Auw, auw. Ik zou wel graag een man willen met jouw lichaam. Dat vind ik wel oké. Okay. Ja, echt? Want deze man heeft het perfecte lichaam, maakt zich zorgen over zijn lichaam. Ja, laat het gewoon plakken. Dan. Vind je het mooi? Ja, heel mooi. Heel sexy. Iets zelf mooi. Ik kan het niet zien. Ik moet even in de spiegel kijken. Heel vet. Ik krijg een beetje een Moana gevoel. Maar we kunnen nog wel een paar bij doen, toch? Zo, ik krijg geen lucht, man. Nou, denk je als je daar getatoeëerd wordt, hoe dat voelt? Hoe voelt u dat? Ja, alsof je strot dichtgeknepen wordt en vervolgens met een mes erin gesneden wordt. Leuk. Ik krijg al heel fout. Ja, nu is hij nog sexier daar. Je wordt wel aanhankelijker gelijk. Ja, enorm. Moet mezelf gewoon even over die drempel heen zetten. Is het genoeg zo, of niet? Maar deze lijkt toch net echt? Ja. Hij is best vet. Maar nu moet je een echte laten zetten. Oh, maar deze voel ik. Deze trekt een beetje. Zulke grote gespierde armen. Zullen we het zo laten? Ja, dat vind ik goed. Hoe staat het nu? Je moet echt gewoon een tattoo nemen, hè? Ja, want je wilde er heel lang in. Ik heb echt letterlijk 3 dagen achter elkaar of zo bij hem gezeten. Ja, en ik wil een tattoo. Ja, maar ik weet niet zeker. Ja, en ik wil een tattoo. Ja. Nee, je moet het toch anders gaan doen. Maak je geen zorgen. Ik moet je even meenemen. Kom. Okay. Dan 5 minuten duren. Het voelt zo goed. Ik denk dat dit het moment is om haar ten huwelijk te gaan vragen. Voor 24 uur. Maar ik moet eerst nog even mijn pak aantrekken. En het cadeau pakken, ja, dat moet ik eerst gaan doen. En dan ga ik terug en dan is het moment aan. Ik hoop zo dat ze ja gaat zeggen. Wat is dit? Lieve Jessie. Dat is ook een stuk. Lieve Jessie, het voelt zo goed tussen ons. Ah. En ik voel dat er veel meer is. Dus ik wil eigenlijk aan je vragen. Wil je voor 24 uur mij trouwen? Tuurlijk wil ik dat. Ik heb ook een ring. Oh. Zei je nou ja? Wacht even, tussendoor. Je zei ja. Ik moet hem omdoen. Ja, waarom geef je hem dan? Het gaat helemaal mis. Ja, jezus. Je pakt hem ook gewoon. Kom, ik het doe. Niet goed. Oké, okay, we zijn voor 24 uur nu getrouwd. Ah. Hoe vind je het? Leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie er nu wel uit als een nee. Ik wil geen trouwjurk aan. Dat kan echt niet. Dit is ons huwelijkscadeau. Oh, ik hou niet van verrassingen. Ze heeft ja gezegd. Oh my god, ze heeft gewoon ja gezegd. Oh my god, dit kan niet. Dit kan echt niet. Dit moet ik nu aan gaan doen, of niet? Ja, dat is wel het idee. Anders vallen we een beetje uit toon. Nou ja, we krijgen hier vast wel in, denk ik. Komt goed. Ik heb hem ook zelf doorgepast. Eventjes. Oh my god. Heb je die? Ik moet even helpen bij de bruid boven. Zo, wat een sneakers. Oh, dit is zo mooi. Vind je? Het is echt zo mooi. Kijk hem erbij, loopt. Ik kan niet. Ik leg op Fiona. Dit is toch geweldig? Ja, nou is het een match. Nu klopt het. We hebben natuurlijk nog een sluier. Weet je hoe dat werkt? Nee. Oh, wow. Ik ga zo niet rondlopen. Ik ga dat echt niet doen. Dan moet je meteen oprotten hoor, als dat moet. Ik ben echt, zeg maar, die horrorbruid, weet je wel? Wow, weet ik veel. Ik loop er toch ook helemaal mooi naast? Het is toch net alsof we net getrouwd zijn? Maar het is en teringbarm en ik ga niet zo over straat. Denk je, help je me of niet? Nee, laat maar. Ik hou deze wel in handtas. Oké, kom mijn vrouw. Dan moet ik even schoenen aandoen. Ik doe hem onderweg. Oh,
ga echt niet ergens heen. Nee, kom nou. Ze is niet zo blij als dat ik verwacht had, zeg maar. Maar ik denk dat ik er wel zover krijg om straks naar de volgende verrassing te gaan. En die volgende verrassing, die moet ze echt gaan doen. Heeft alles te maken met een huwelijk en wat erbij hoort. Vervoer, ik geef vast even een hint. Ze staat nu klaar om een paar mooie bruidsfoto's te maken. En zoals je ziet heeft ze er heel veel zin in. Tijd om de wandeling terug naar huis te gaan maken. Hey, mee mijn bruid? Ja hoor. Oké, misschien is dit niet de meest romantische locatie die je voor ogen had om zeg maar huwelijksfoto's te maken. En er is ook nog één onderdeel wat mist tijdens onze huwelijksdag. En daarom heb ik nog een hele mooie verrassing voor je. Ik vind het zo vet dat we dit hebben kunnen regelen. Het gaat geweldig worden, we gaan er gewoon nu naartoe rijden. Je moet me echt vertrouwen, dit ga je echt heel erg leuk vinden. Ja, dat zei je over het eerst ook. Godsamme. Het gaat helemaal goed komen, geloof me. Ja. Ja, denk je wel dat je weet waar we heen gaan? Nee, maar jij hebt het nu heel raar omdat ik net zei dat ik weet dat hier in de buurt een vliegveld zit met twee vliegtuigen. Mm-hmm. En daarna ging je opeens raar doen, dus I don't know. Oké, ik geef je een hint. Vervoer. Vliegtuig is vervoer, maar... Meer ga ik gewoon niet zeggen, je mag hier verder over nadenken. Zijn er over 18 minuten en dan gaat heel je stemming veranderen en heel de jurk is vergeten. Dat weet ik 100% zeker. Ik neem jullie eventjes mee, zodat jullie het van kunnen zien. Kom er even mee. We zijn aangekomen bij de grote verrassing die ik voor Jessie heb geregeld voor onze huwelijksdag. Ik kom straks met een verrassing hier aanrijden en Jessie zit hier in de auto. Dus laat haar uitstappen en dan ziet ze dus wat we gaan doen. Ik hoop na alles wat er tot nu toe is gebeurd dat ze dit wel leuk gaat vinden. Laten we het hopen. Meen je dit nou? Mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Nou, mag ik mijn bruid uitnodigen met mij een ritje te maken in deze koets? Ik zie wel een beetje een lach nu weer. Mooi hè, mijn vrouw. Dag. Vind je het wel een beetje leuk nu? Ja hoor. Geniet ervan, geniet van deze rit. Kijk mooi om je heen. En nu? Zo 2 pk. Vind je het echt eng, ja? Dankjewel. Dat is zielig voor je, we zijn al die mensen aan het voorliegen. Ik wil wel zijn getrouwd, 24 uur. Dat gaat zo hard. Geweldig. Ik heb je eindelijk zien lachen. Nou, dus dat scheelt. Dan heb ik toch iets goed gedaan vandaag. Ik denk dat het nu tijd is om lekker wat te gaan eten. Heel erg honger. Ik heb al iets in gedachten. Oh, waarom nou weer? Ik wil gewoon naar de Mac. Precies, dat heb ik in gedachten. De gouden bogen. Gewoon naar de drive, hoop ik. We gaan nu naar binnen. Nee, we gaan naar binnen. Nope. Nee, we gaan naar binnen. Nope. Echt niet? Nope. Waarom niet? Wil ik niet. Ga je echt niet meer naar binnen? Nee. Big Tasty Single. Een Big Tasty Single. Menu. Dit is echt het meest romantische bruiloftsdiner dat ik me ooit kon voorstellen. Zouden mensen het echt doen? Denk het niet. I would. Oké, ik heb je natuurlijk al heel veel verrast vandaag. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je nog een verrassing aankunnen of... Nee. Helemaal ik merk het aan je. Echt, deze jurk is kut. De activiteiten waren leuk. Nee, het is gewoon uit, het is over, je mag je ring terug. Echt? Ik ben er klaar mee. Maar kunnen we wel vrienden blijven? Vrienden altijd. Echt? Ja.
Gelukkig, ik was al bang. Ik dacht serieus, jouw gezicht een paar keer, eventjes een paar flashbacks hier, sprak echt boekdelen. Wij passen goed bij elkaar als vrienden. Maar het was leuk om een aantal uur met elkaar getrouwd te zijn, toch? Dat is toch wel leuk, hè? Vonden jullie dit leuk ook om dit te zien? Doe dan vooral eventjes een duimpje omhoog. En als jullie denken, Thomas, wij denken dat die of die persoon wel goed bij jou past, een andere YouTuber of YouTubester, laat het dan even weten in de reacties. Ik heb thuis Rut nog zitten, hè? Komt wel goed. Oh ja, dit komt toch ook nog. Ja, die heb ik ook nog. Dat blijft gewoon mijn vriendje, hoor. Ik ga je veilig naar huis brengen, zodat je weer iets anders aan kunt. Als je meer van Jessie wil zien, kijk natuurlijk eventjes hier beneden in de beschrijving. Er staat een linkje. En dan kun je haar kanaal gaan checken. Dank je. Oh, doei.